In deze video laat ik je een snelle muurmakeover zien met chalkpaint van Annie Sloan. Ja, maar chalkpaint was toch eigenlijk voor meubels? Ja, ook. Het bevat voornamelijk natuurlijke grondstoffen en je kunt ermee verven op alle soorten ondergronden zonder dat je hoeft te schuren en te gronden. Vandaag laat ik je zien hoe je chalkpaint gebruikt op een muur. Chalkpaint geeft een haast fluweelachtige uitstraling en dat is precies wat ik nu zoek. Ik ben Anne van Auberge de Reve uit Leerdam en in mijn winkel en workshops maak ik al jaren mensen blij met de prachtige verf van Annie Sloan. Vind jij het leuk om meer van mijn verftips te zien? Abonneer je dan nu meteen even op mijn YouTube kanaal. Deze twee dingen moet je weten wanneer je een muur gaat verven met chalkpaint in plaats van wallpaint. Ten eerste, de uitstraling van je muur wordt met chalkpaint wat levendiger dan met wallpaint. En ten tweede, in tegenstelling tot Annie Sloan Wallpaint is chalkpaint een ademende verf en dat betekent dat hij dus minder makkelijk schoon te maken is dan Annie Sloan Wallpaint. Maar voor een muur die verder niks te lijden heeft, maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Voor de muur in de etalage heb ik gekozen voor de Sand Grège Country Grey, die zometeen een mooie achtergrond gaat vormen voor de nieuwe woonaccessoires. Dus aan de slag! Voor je begint. Verdun de chalkpaint voor het gebruik op een muur altijd met 10% water. Er zit meer dan genoeg pigment in deze superfijne verf en zo kun je er net even iets meer mee doen. Breng chalkpaint op een muur altijd aan met een kwast en nooit met een roller. Bij wallpaint kan dat prima, maar bij chalkpaint krijg je dan echt lelijke aanzetten te zien. Zelf gebruik ik het liefst een van de oval brushes van Annie Sloan, bijvoorbeeld maat M of L. Dat lijkt misschien klein, maar deze kwasten nemen belachelijk veel verf op en je bent dus echt zo klaar. Eerst verf je even de randjes van het stuk waar je begint. En als je niet zo'n hele vaste hand hebt, kun je dit natuurlijk ook eerst even afplakken. Daarna breng ik de verf een beetje kruislinks aan, maar je kunt ook cirkelvormige bewegingen maken. Dat geeft een zachte schaduwwerking. Meestal is één laagje chalkpaint voor een muur wel voldoende. Maar als je het resultaat toch liever wat egaler hebt, breng gerust een tweede laagje aan. Als alles geverfd is, dan laat je het nog even helemaal drogen en dan ben je klaar. Voor mijn etalage ga ik de muur nu nog een beetje extra mooi maken met deze toffe mandala-schabloon. We hebben deze in diverse prints en in diverse maten in ons assortiment en je kunt ze meerdere malen gebruiken. Het schabloon breng ik nu op met de stencil brush van Annie Sloan, omdat ik dit effect met chalkpaint net even iets toffer vind dan met een roller. En daarna geef ik de mandala nog een hintje goud met gilding wax van Annie Sloan. Tadaa, de muur is klaar. Ik ben er alles bij elkaar ongeveer 1,5 uur mee bezig geweest, waarbij de mandala het meeste tijd kostte. Wil jij ook een muur aanpakken met Annie Sloan chalkpaint? Ik adviseer je heel graag over onze kleuren, hoeveel je ongeveer nodig hebt en wat je verder ook nog maar weten wilt. Stuur een foto van jouw muur en de afmetingen hiervan naar mijn WhatsApp advieslijn en dan maken we samen even een plan. Ik zie je graag weer in een volgende video.